Daar gaan we al, daar ben ik weer. Ja, we staan nu even bij mijn houtstek en die heb ik niet goed geconstrueerd. Ik zal even laten zien wat hier de fout is, want dat had natuurlijk ook te maken met dat ik achteraf gezien te weinig dakpannen heb. Maar ik zal het even laten zien. Nou, zoals je hier kunt zien heb ik allemaal houten platen erop moeten gaan leggen, omdat het, kijk, omdat die dakpannen niet ver genoeg gingen. Ik weet niet of je het goed kunt zien. Ik heb hier een grote plaat neergelegd, omdat het dan hier beneden allemaal goed droog bleef. Hetzelfde heb ik hier ook gedaan. Dus een stuk trespla. Maar hier zie je al wel dat hier ligt hout. Maar daar eindigt de dakpan. Dus daar heb ik ook een stuk hout moeten leggen. Kijk, en achteraf ben ik ook niet tevreden over de overhang. Dus dat had ook wel iets verder gemogen. En ik vind het natuurlijk serieus, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ja. Verandering van inzicht, verandering van werk. En door meer werk krijg je meer inzicht. En op dat moment ook beperking van die dakpannen natuurlijk. Nou, wat ik ga doen, ik weet niet of ik dit project goed op film kan krijgen. Maar wat ik in ieder geval ga doen, ik ga eerst alle dakpannen eraf halen. En al die houten platen eraf halen. En dat heb ik gedaan, laat ik het je even zien. Dat viel niet mee, want er zat veel meer werk in. En het was toch wat zwaarder dan ik verwacht had. Maar alles is er al. Kijk, wat er dus nu nog ligt, dat zijn de panlatten. En die, die haal ik er dan nog even af. En dan, nou had ik geen geïmpregneerde planken meer, maar ik had nog wel een heleboel balken binnen. Maar ik had nog wel een heleboel andere balken. En ik zat te bedenken van, dat kan natuurlijk net zo goed. Want er komen toch allemaal platen overheen. Dus je ziet, er komt toch helemaal geen water bij. Dus wat ik even ga doen, ik ga die panlat er even afhalen en dan gaan we weer verder. Nou, ik denk laat je nog even zien, maar het is alweer 5 uur. Ik vind het wel weer goed. Dus de eerste balk heb ik erop liggen. En morgen gaan we weer verder. Dus ik ga even kijken. Want daar komen natuurlijk het eerste stuk wordt gedaan met cementplaten. En het tweede stuk wordt gedaan met die andere golfplaten. Want dan heb ik hier nog een beetje licht. Ik ga vanavond zometeen wel even een vriend appen om te helpen. Want ja, die cementplaten zijn best wel erg zwaar. Dus ik hoop echt dat hij morgen eventjes wat tijd heeft om mij even te assisteren. Want als het morgen ook niet lukt, dan... ik zit eerlijk gezegd niet zitten om die platen in mijn eentje erbovenop te krijgen. Als het niet anders is, dan probeer ik het in ieder geval wel, maar ik weet nog niet. De nieuwe liggers heb ik erop zitten. Kijk, daar ligt er een. Hier zit er een. En daar zit er een. Dat gedeelte komen dus die transparante platen en op dat gedeelte komen dus die cementplaten. Gelukkig heb ik vanmiddag een vriend kunnen vinden die me vanmiddag kan helpen. Het is trouwens zondag. Want ja, zaterdag kon niemand, vrijdag kon niemand. Dus vandaar dat ik het niet eerder kon doen. Want kijk, die transparante platen die gaan natuurlijk allemaal wel. Maar die cementplaten die zijn best wel ontzettend zwaar. En ik zit al met die hand, dat heb ik je al een keer eerder verteld. Dus dat is voor mij niet zo ideaal. Maar gelukkig, er komt vanmiddag iemand. Dus dan gaan we het er even opleggen. Nou, het is bijna zover. We gaan zo beginnen. Kijk, ik heb een doos gekocht met die kapjes die we nodig hebben. Het is MR1. Daar zitten al die schroeven in die we over hebben gehouden toen we die platen eraf hebben gehaald. Dus dat wordt allemaal hergebruikt. Dus hij komt er zo aan. Dus we gaan zo lekker beginnen. Nou, daar was ik weer. Ja, het spijt me. Maar die vrienden van mij die hadden liever niet dat ze gefilmd werden. En ja, dat snap ik ook allemaal wel. Maar het zit erop en ik heb het opzet aan die kant dus die doorzichtige platen gelegd zodat ik daar wat lichtdoorval heb en die cementenplaten aan de andere kant. Alleen ja, nu heb ik dus gemerkt, ja, dat is typisch een Josper natuurlijk, dat die houtstek was dus niet goed gebouwd. En dat zorgt voor wat problemen, want die heb ik dus helemaal niet hard gebouwd. En dat had ik dus helemaal niet in de gaten. Om de eenvoudige reden dat ik, ik ben gewoon wat gegaan. Ik heb het langs die spoorbiels gelegd. En met name met het leggen van die cementen platen kom je erachter dat het toch allemaal niet zo hard loopt. Is dat een probleem? Nou, ik zat er maar zo, ik hoefde niet rond te slapen. Dus zo groot is het probleem niet.
En wat ik ook wel fijn vind, dat als ik dus die nieren hier loop, dat ik gewoon droog hier het houtstek kan halen. Dat grote hier moet natuurlijk nog wel. Het water komt in de dakgrootte terecht, dus dat wordt daar wordt weer opgevangen. En dat is ook de reden dat ik heb gezegd van ik wil die transparante platen aan deze kant hebben en die grasplaten daar. Dat steekt nu aan alle kanten, zoals deze kant ook steekt, het is een halve meter uit. En dan is aan de andere kant precies hetzelfde, ook een halve meter. En ook de voorkant steekt iets verder naar voren uit. Dus dat zorgt er gewoon voor dat het, ook bij een regenbui, dat het hout gewoon wat langer droog blijft. Ja, ik zat opeens te denken. Ik ga eens even in mijn slaapkamer staan. Kijk, nu heb je een overzicht hoe dat dak geworden is. Dat kon ik van beneden helemaal natuurlijk niet goed filmen. Dus ik denk, ik laat het nog eventjes zien. Ja, dat was het projectje weer voor vandaag. Nogmaals, sorry dat ik niet alles heb kunnen laten zien. Ik heb geprobeerd om zo goed mogelijk toch in beeld te kunnen brengen. Dus voor vragen en opmerkingen, weet je, kun je natuurlijk altijd hieronder kwijt. Ik wil je bedanken voor het kijken. Ik zou zeggen, tot de volgende video.